Als we ergens knetterverbaasd over zijn, dan hebben we daar geen woorden voor. Zo noemen we dat. Dan zijn we met stomheid geslagen. Het mag dan ook niet verwonderen als de mystici, de ontdekkingsreizigers van de absolute, alles overtreffende goddelijke werkelijkheid, voortdurend ruzie hebben met hun eigen tong. Mystiek gaat over de directe en persoonlijke ontmoeting met het absolute, of zoals we dat meestal zeggen, met God. In deze serie vertel ik je over het diepste puntje van onze ziel en waar die ziel aan God ontspringt. We gaan naar de grond van het hart. Zalig God omdat hij dingen verbergt, staat er ergens in de Bijbel. God onthult vaak dingen juist door ze te verbergen. Mystieke teksten doen dat ook de hele tijd. Ze drukken zich uit in poëtische taal of met de gereedschapskist van de filosofen. Dat is niet omdat dat nou zo ideaal werkt, maar uit een vorm van onmacht. Soms grijpen ze zelfs naar een zwoele, erotisch klinkende taal die ons rode oren dreigt te bezorgen. In de 13e eeuw leefde er ergens in het huidige Vlaanderen een zekere Hadewieg. We weten niet precies wie ze was. Ze was typisch een van die dingen die de goede God verbergt, juist om ermee te kunnen pronken. Ze was iets God gewijd, een kloosterzuster of een begijntje in een hofje. Maar veel meer weten we niet. Wel weten we dat ze waarschijnlijk van adel was, omdat ze de woorden van Franse chanson d'amour gebruikte die in die tijd in de kastelen werden gezongen door troubadours. Die gingen eigenlijk over een heel ander soort liefde dan die van Hadewieg, maar het waren wel liedjes van verlangen. En dus vond Hadewieg ze duidelijk geschikt om te lenen. Zelfs als ze niet dichtte, gebruikte Hadewieg die liefdesliedjestaal. Mijn hart en mijn aderen en al mijn ledematen schudden en beefden van verlangen, schrijft ze ergens over een visioen dat ze had. Het was mij van hunkerende minnen zo vreselijk te moede en het deed me zo'n pijn dat al mijn leden stuk voor stuk leken te barsten en al mijn aderen in barensnood leken te raken. De meer vurig aangelegde onder ons herinneren zich misschien wel iets dergelijks uit de puberteit. Maar Hadewieg heeft het hier over een levenslang, verterend verlangen naar Christus. De meer primitieve onder ons roepen dan dat ze wel een hysterische, seksueel gefrustreerde non zal zijn geweest. Maar daar had ze dan alleen wel een beetje erg veel diepgang voor. Nog moeilijker wordt het als er woorden aan te pas komen waarvan we niet precies weten wat ze betekenen. Om hun woedende verlangen naar Christus te beschrijven, vonden de devote vrouwen in de 13e eeuw het woordje orenwoed uit. Orenwoed van minnen. Sommigen denken dat het is afgeleid van beesten die in hun oor gestoken worden door een horzel en die dan in woedende waanzin op hol slaan. Wat moeten we met zo'n woord? Het onthult door te verbergen. Toch is dat eigenlijk ook weer heel gewoon. Taal gebruiken die niemand verstaat om zo duidelijker te kunnen uitdrukken wie God is. In Griekenland en Rusland verbergen ze hem door een hoge muur in de kerk te bouwen, tussen het altaar en de mensen. Bij ons in het Westen deden we dat van oudsher door alles te bidden in het Latijn, een taal die bijna niemand verstond. Er zijn veel mensen die zeggen dat God pas echt onverstaanbaar werd in de kerk, toen men op de meeste plaatsen op Nederlands overstapte. De mens doet voortdurend dingen die op het eerste gezicht volslagen idioot zijn en nergens toe dienen. Maar dat is nou net de manier waarop hij ook de wonderlijkste uitvindingen doet.
Wie is in godsnaam ooit op het idee gekomen om graan te malen, dat met gist te besmetten en zo te laten opzwellen en het vervolgens in het vuur tot brood te bakken? Zo gewoon en tegelijk zo idioot ingewikkeld dat het een wonder is dat het ooit is uitgevonden, laat staan duizenden jaren voor de jaartelling. Net zo liggen het maken van bier en wijn niet voor de hand. Laat staan blauwe schimmelkaas. In de late middeleeuwen waren er excentriekelingen die dachten dat ook God door een chemisch proces, door fermentatie of distillatie verkregen kon worden. Dat bleek toch nog best ingewikkeld. Toch doen mystici precies dat, maar dan met woorden. Ze gebruiken ze zoals ze niet bedoeld zijn, om iets weer te geven van de geheimen van God die ze hebben mogen ervaren, maar waar ze geen stem aan kunnen geven. In de 6e eeuw leefde er ergens in het oosten een schrijver die daar een ster in was. Net als Hadewieg weten we ook van hem vrijwel niks. Dat wilde hij ook zo, want hij schreef onder een valse naam. Daarom noemen we hem Pseudo-Dionysius de Areopagiet. Eigenlijk was hij wereldkampioen liegen om de waarheid te spreken. Want hij deed niks liever dan woorden gebruiken voor dingen waar ze niet voor gemaakt waren. Hij had het over verblindende duisternis, waarin Gods mysterieën in het volstrekt onzichtbare meer dan stralend en lichtend zijn. Hij wilde God zien en kennen die boven zien en kennen is, door niet te zien en niet te kennen. Want, zo zei hij, dat is het wezenlijke zien en kennen. Had hij iets gesnoven of van bepaalde paddenstoelen gesnoept? Dat is niet helemaal onmogelijk, maar we gaan er toch vanuit van niet. Wat hij deed was iets dat schilders en tekenaars ook doen als ze de verhouding van iets correct willen inschatten. Als ze bijvoorbeeld een appel willen schilderen, kijken ze niet alleen naar de appel zelf, maar ook naar de ruimte eromheen. Die is als het ware hun gids naar de zuivere waarheid over de vorm van hun appel. Door dus juist niet naar de appel te kijken, krijg je de appel beter in beeld. Je zou kunnen zeggen dat Dionysius met zijn rare geleuter zo vaak en op zoveel verschillende manieren omschreef wie God niet was, dat hij juist daardoor iets van de contouren van God duidelijk wist te maken. Zelf zou hij dat natuurlijk ten stelligste ontkennen, juist omdat hij wist dat God heerlijk is, omdat hij dingen verbergt. Volgende week gaat het over de nacht, waarin de dingen bij uitstek verborgen zijn.